Dit park dit voorziet in de energiebehoefte van ongeveer 1000 huishoudens. En het totale maximale vermogen is 3 megawatt. Het terrein is ongeveer 4 hectare en we hebben daar 11.000 panelen geplaatst. De Twentse gemeentes zijn aandeelhouder van Twents. Ze dachten mee over de uitbreiding van de duurzame activiteiten van de afvalverwerker. Nou kijk, als u in de wereld om ons heen kijkt en luistert, dan is duurzaamheid zo langzamerhand een hele belangrijke pijler. Omgaan met ons milieu, met onze omwereld, afvalverwerking, circulaire economie, mineral valley, ik noem al die termen maar. Dat zijn termen waar we de komende jaren rekening mee moeten houden. En dan is het toch prachtig dat je als aandeelhouder een bedrijf hebt zoals Twents, dat hier op een hele goede manier op inspeelt. En bij dit ene zonnepark blijft het niet, want Twents heeft grootse plannen. Ja, dat is correct. Dit is voor ons het eerste park en we hebben plannen om meerdere parken te gaan ontwikkelen. Onder andere hier tegenover de Boeldershoek, een groot park van ruim 60.000 panelen. En een plan in het Rikkerink, dat is bij Amdelden, om een voormalige stortplaats ook een zonnepark te maken. Zonnepark Tienbundeweg is aangelegd op een strook loze ruimte op het terrein van Twents zelf. Maar we moeten er volgens de wethouder maar aan wennen dat we de parken steeds vaker ook in het openbare buitengebied gaan zien. Maar dat is nu gewoon eenmaal bittere noodzaak. Laten we daar ook met elkaar niet ingewikkeld over doen. En dan leef je iets, misschien iets in qua zichtbaar groen, zou ik haar zeggen. Maar u merkt ook, u hebt ook gehoord, dit terrein wordt ook weer gevuld met begrazing door schapen onder andere. Dus de natuur kan hier gewoon verder zijn gang gaan. Dus in die zin vind ik het een hele mooie, goede aanvulling. Waarmee we naar de toekomst toe het behoud van onze wereld, van onze aardbol, in ieder geval een stukje veiliger kunnen stellen.